En u bent weer terug bij Cultuur in Actie. En ik zou heel graag uw welgemeende aandacht willen voor de concertmeester van het Gelders Orkest, Cécile Huyne. Fion zijn wij sinds 1 juni. Okay. En gefuseerd met Orkest van het Oosten. Helemaal goed. Ik ga een kleine correctie hier aanbrengen. En iemand de klap geven zo. Ik ga een column voorlezen. Ja. Het nieuwe normaal. Is dit de camera? Deze, oké. Okay. Na een paar maanden corona weten we hoe de maatschappij er voorlopig uitziet. Voor de cultuursector een godvergeten drama. Het publiek baalt ook. Zonder evenementen en concerten mis je toch de slag om op je taartje. Of de hele taart. Ik heb de media op de voet gevolgd. De roep om meer hulp. De doorzetters die de relevantie blijven benadrukken. De bijval van liefhebbers. De azijnpissers die blijven kakken op cultuur. De magere belangstelling van de overheid. Op wat empathie na. De krokodillentraantjes van onze minister. De boze reacties op provocerende columns. Op de miljarden die naar KLM gaan. De ene na de andere petitie kwam voorbij. Te veel om nog impact te hebben. Ik snap de verongelijkte reacties. De boosheid. Het is menselijk. Ik ben ook boos. Maar het helpt geen bal. Blijven uitleggen vanuit zakelijk perspectief helpt wel. Bezoekers- en werknemersaantallen en het percentage bruto nationaal product benoemen. Al die professionals zichtbaar maken. Artiesten, kunstenaars, decorontwerpers, podiumbouwers, marketeers, vertalers, licht- en geluidsspecialisten, zaalmedewerkers in horeca en onderhoud, mensen in het transport, afijn. Punt gemaakt. Toch komt dat punt nog niet genoeg aan bij de dames en heren die de potjes verdelen. Laten we het anders aanpakken. Ik stel voor dat we het bestaan cultuurvrij maken. Zodra alles weer mag. Voor eventjes. We zijn al goed op weg hoor, nu met corona. Maar er is nog steeds een hoop cultuur. Echt pijn doet het niet. Goed, hoe ziet dat er dan uit? Pinkpop, Lowlands, Mysteryland, Oerol, Zwarte Cross, Wonderfeel of alles tegelijk op de uitmarkt? Akkoord. Zonder podium en zonder licht. Dus je ziet niks. Niet erg, want artiesten zijn er ook niet. Je hoeft er dus niet heen. Scheelt weer geld en modder op je sneakers. Met het gezin naar Soldaat van Oranje, naar het Zwanenmeer, de toppers. La Traviata, Matthäus Passie, de Verleiders of een avondje Ali B. Zonder Ali B dus. En zonder zangers, dansers, acteurs, decors, programmaboekjes, brochures, podium, lichtplan en pauzearrangement. Je jas afgeven bij de garderobe gaat ook niet lukken. Gelukkig hoef je er niet in, want het is er niet. Liever een potje gamen, zonder muziek eronder. Want het zijn profs die dat maken. Dus Grand Theft Auto 5 zonder Amerikaanse radiozenders. En dat deuntje van Super Mario kent niemand. Naar de bios voor Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood. Of genieten van die fenomenale Rami Malek in Bohemian Rhapsody. Zonder muziek. Thuis chillen dan met Game of Thrones op Netflix. Wederom zonder soundtrack. Is gemaakt door klassieke muzici hè? En die zijn afgeschaft. Oh ja, acteurs zijn er ook niet. Exit Rami Malek. Geen scenario ook en geen script. En geen ondertitels. Huh? Dan is er geen film. Klopt. Wil je kind op drumles of op streetdance? Wil je leren schilderen of toneelspelen? Kan niet. Ben je lid van een popkoor? Nee, dat ben je niet. Op de kermis in de Octopus. Je wordt in ieder geval niet misselijk van de muziek. In de Efteling doen de Indische waterlelies hun best, maar dat trompetje hoor je niet. Dodenherdenking op de Dam, zeker. Maar zonder militair orkest. Bij Ajax knalt er geen We Are The Champions uit de speakers. In de pizzeria mag je je achtergrondmuziekje zelf zingen. En in je club ga je los op, ja, waarop eigenlijk? Muziek in de lift is er niet, maar dat is niet erg, want dat vonden we toch al irritant. Muziek terwijl je wacht, muziek terwijl je werkt, muziek terwijl je sport. Stilte. Geen Spotify. Luisterboek dan, of een podcast. Helaas. Met het oog op morgen sluit stilletjes af, want Reinhard Maai wenst niemand goedenacht. Studiosport en het journaal hebben geen tune en Veronica Inside geen huisband. Sorry, Danny Vera. Nou, dan lekker binge-watchen. Goeie tijden, oogappels, daarna mokromafia en we sluiten af met de luizenmoeder. Nee, wacht. Geen acteurs.
Hè, potverdrie. Weet je wat? De beste zangers van Nederland van de Avrotros doen we tegen de regels met de zangers. Maar net als bij de festivals zonder podium, licht en geluid. Ja, maar dan kan het niet op tv. Oh ja. Oh jee. Boek lezen kan niet, want schrijvers, uitgeverij en drukkerij zijn er niet. De nachtwacht zien of tijdens je Parijse tripje binnenwippen bij de Mona Lisa. Wordt hem niet. Je kan ze ook niet vinden trouwens, die schilderijen, want er is geen catalogus en er zijn geen supposten. Er is überhaupt geen gebouw waar die dingen hangen. Beetje jammer wel voor al die toeristen die per gesubsidieerde Airbus naar ons land vliegen en euro's willen stuk slaan. Want de meesten willen meer dan Heineken, kaas en een joint. Wat fijn trouwens dat we weer mogen vliegen. En tijdens de vlucht kunnen ontspannen. Met een film of een boek. Of je favoriete muziek op je koptelefoon met noise cancelling. Oh nee, wacht even. Het nieuwe normaal. 1 week. Wie biedt? Ja. Dat is hem. Nou, dat is hem zeker. En dat is... Dat is in 5 minuten niet alleen waar deze hele actie eigenlijk voor staat. Maar dat is in 5 minuten volgens mij ook alle talkshows van de afgelopen 3 maanden samengevat. En eigenlijk veel helderder dan het door iedereen die aan tafel heeft gezeten tot nu toe is verwoord. Dus ik wil niet onbeleefd zijn, maar voor mij mag het gesprek hier gelijk eindigen. En je handtekening zetten, want duidelijker. Ik ben bang dat dit tot in de lengte herhaald wordt. Hier word je steeds... Word je hiermee voor de oor geslagen. En dat lijkt me... Hier wordt een clipje van gemaakt. Hoor ik al in mijn oor. Dus... Heel goed. Hij gaat viral op Facebook. Ja, ik waarschuw je alvast over een week. Kan je niet meer over straat. Fantastische column. Ik wilde maar 1 ding duidelijk maken. Er zijn in Nederland 17 miljoen cultuurconsumenten. Ja. Iedereen consumeert cultuur. Ja. Ook Geert Wilders. Ja. Ook Mark Rutte. Ook al beseffen ze het. Ook zij willen muziekje op hun begrafenis. Of op de begrafenis van hun moeder. Als er tijdens corona geen cultuur was geweest, hadden we elkaar de koppen ingeslagen. Ja. We hebben dit, nou we zijn het aan het overleven. Dankzij muziek, ja. Dankzij film, ja. Dankzij games. Dankzij het feit dat we nog van alles kunnen zien en horen. Ja, en terug kunnen halen. Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ook mezelf wel eens schuldig gemaakt. Ik heb ook meegedaan aan het coronalied. Ik achteraf dacht, was dat misschien wel slim. Maar wij zeggen ook wel eens onderling tegen elkaar, zullen we niet gewoon eens een keer een week op zwart gaan? En laten ze dan maar eens kijken wat het is. En niet alles gratis, maar hoppakee, op dat internet gooien. Nou, kijk, als je gaat doen wat ik hier schets... Dat gaat helemaal niet. Nee, dat wordt een gezellige boel. Dat wordt een drama en dan krijg je de half van Nederland tegen je in. Ja. Maar het maakt wel duidelijk waar het over gaat. Want het zit overal. Ja, en wat het goede is dat... Want wat u nu voorleest... Zelfs ik heb nog steeds... Oh ja, natuurlijk, zo cultuur. Bij dingen die u noemt. Dus nogmaals mijn complimenten. Fantastische column. Ik ben hier heel blij mee. En ik denk de makers van deze hele, van dit hele programma ook. Namens hoeveel mensen wilt u uw handtekening zetten? Ik wilde eigenlijk eerst mijn handtekening zetten namens alle orkestprofessionals. Professionele orkestmuzici in Nederland. Ja. Dat zijn er pak een beet 1200 plus nog 500 ZZP'ers. Ja. Die zijn mega belangrijk in onze business. Maar er zijn hier al mensen ook uit de orkestwereld geweest. Dus ik beperk me vandaag tot mijn eigen orkest, Fion. Ja. Wat sinds 1 juni bestaat uit het Gelders Orkest en het Orkest van het Oost. Ja, dat ga ik niet meer vergeten. Daarnaast, dat zijn ongeveer 120 muzici. Ja. Pak een beet, pak daar 30 ZZP'ers bij en 20 man staf. Ja. We hebben een mini-staf. Ja. Daar doen we het mee. En daar 170. Gaan wij mee overleven. Dus dat wordt 170. 170. Zit u daar zelf al bij? Daar zit ik bij. Oké. Okay. Nou ja, u verspeelt nu de kans op 171, maar 170 is een prachtig mooi rond getal. Onwijs bedankt en een fantastisch betoog. Super, dankjewel. Dank u wel.